Hey dames en heren, welkom maar weer een gloednieuwe video. Vandaag is het dan tijd voor echt een kutcircuit. Spa. En ik haat Spa. Maar er is ook gewoon echt alle drie de trainingen gaan regen. Kwalificatie en race is droog, what the fuck. Maar we gaan er weer het beste van proberen te maken. Maar dat gaat wel goed komen. Ga ik vanuit in ieder geval. Op de softs. Ja. Maar ik weet ook niet hoe het kan. Oh. Maar hoe Russell elke keer wel goed... weet het... Goede kwalificatie rijdt Russell altijd eigenlijk wel. Maar ja, de race gaat er nooit goed bij Russell. Peen, hoppa, lekker zeg. Fantastic, you've got pole position. Dank je. Nu de kwalificaties zijn geweest, gaan we onze top 3 bekijken. Ja, Leclerc natuurlijk. Leclerc en Max Verstappen. Nu de kwalificaties afgerond zijn, blijft alleen het hoofdevenement. Leclerc op de wei. Dat haat ik. Dan hoop ik ook dat ik na deze race, dat ik dan... Hoe heet dat? Als ze nou... Oh joh, het zijn maar 11 rondes. Dat ik na deze race een nieuw sponsor kan aantrekken. Dat zou ik wel heel fijn vinden. Maar ja, geen idee. Ik denk, we zien het wel. België. Welke ronde gaan we? Oh, ronde 4 al. Okay, so everything looks good on the power unit cycles. So let's concentrate on bringing tires and brakes up to temperature. Radar is clear, weather is looking good for now. man. Oké, deze bocht gewoon makkelijk, ja, nou, doe nu toch rustig aan, het is nu toch voornamelijk de wandelwangen. Hoppa. Incredible parking there, nice one. That's going to give you the edge if you can get a good launch as the race starts. Okay, so that's the rest of the grid forming up now. Be patient and watch for those lights. We zijn klaar voor. Waar is Leclerc? Helemaal. Ja, hoppa, die bocht zijn we goed door. Approaching the pit window and you're going to be on mediums. Is helemaal goed. Zo, kom op. Zo, lekker aan het gassen. that was the fastest lap of the race. Keep this up. Well done. Nou, deze ronde nog en daarna ga ik al de pits in. Het is ook, dit is gewoon een hele lange baan. Spa-Francorchamps. Oh, perfecte bocht was dat. Waardoor ik hoop dat ik nu nog één keer snelste ronde neerzet. En die vasthouden. Nee, helaas. Kom op en doorpakken. Ik ga gewoon 7 seconden voor. Oké, heel even wachten. Want dit was boer. Zware bullshit. Want ik zie nu, ook vanaf dat punt, had de computer het al over moeten nemen. Zo snel mogelijke pitstop. Ah, Leclerc staat achtste. That was our last stop. No more scheduled pit stops. Let's go. Ik rij oprecht achter mijn teamgenoot. Ik rij achter mijn teamgenoot en ik ben al gepit. Ah, jammer. Haal ik niet. Goed, dat David's in the pit lane. David in the pits. Zo, en nu lekker deze uitrijden. Nu lekker lang rechtstuk weer, hoppa. Als het goed is heb ik nu niemand meer echt die ik tegenkom zo, dus ik kan dit als snelste ronde gaan proberen te zetten. Here's some information on Tsunoda for you. Right, they've got a serious car issue. It looks like they're retiring. Of ik kom hem nog tegen, of het is gewoon in de pit gebeurd. Dat zou ook kunnen. Okay, that's last with 5 laps of fuel remaining. 5 laps of fuel left. Oké, maar ik heb nog maar 3 rondes te rijden. Yellow flag. Oh, hier in de muur staat hij. Ik zou even denken dat het hier al zou zijn gebeurd. Ik weet niet wat er gebeurde dan met Yuki. Mag ik vragen wat Tsunoda doet? Oeh, ik verloor bijna, maar ik heb hem nog. Wat Tsunoda de veilige positie doet. Moet hij nog naar binnen of gaat hij echt feiten? Maar ik heb het gevoel dat hij nog naar binnen moet. Heb ik het echt precies. Ik heb nog 3 rondes te rijden. Nou, het is weer gewoon echt een flawless race wat ik aan het rijden ben hoor. Kut! Ja, nou. Zo, komen we alweer bijna op de finish. Start finish en dan nog 2 rondes maar te gaan. Nog de laatste 2 rondes. We zijn ingegaan. Dus dat is mooi. Zo, kom op. Okay, just 2 laps of fuel remaining now. afsluiten. Deze ronde is alweer bijna voorbij. Aan de laatste. Ja, top, de laatste ronde. Gaan we in. Okay, this is your final lap of the race. Dat is mooi weer, want dat is echt een van de gevaarlijke stukken, omdat je zo snel naar beneden gaat en dan weer heel snel omhoog. En vooral omdat een stuk van mijn rechtervoorvleugel is beschadigd. Oké, mijn benzine is dus echt bijna op. Lekker weer. Nou, ik weet wel, voor het seizoen zet ik moeilijkheid ook omhoog. Ah, Leclerc. Een lastige race op de klassiek. Een prachtig. Ik weet nog niet of het Leclerc begon. Wat dit resultaat heeft op de stand bij de coureurs. Na geweldige prestatie verwelkomen we een nieuwe coureur in de top van het klassement. Dus kijken Bas, wie vind jij een van de beste coureurs van vandaag? Nou, mijn coureur van de dag was Charles Leclerc. Hij was niet te stoppen vandaag en hij vloog met gemak tussen de tegenstanders door. En zien hoe het met het constructeurskampioenschap staat. Ferrari maakt het gat bovenaan het klassement groter. Ondertussen heeft Aston Martin dit weekend goed werk geleverd en zich verder omhoog gewerkt. Zo, dat was weer een boeiend weekend vol Formule 1. Zorg dat je er de volgende keer weer bij... Dat zal ik doen. Ja, we kunnen nieuws voor zo. Gaan we eerst even kijken. Zo gaan we lekker vooruit. Naarmate ons aanzien hoger wordt, willen meer potentiële partners met ons samenwerken. We kunnen nu een extra sponsor werven via het tabblad bedrijf. Nou, dames en heren, bedankt voor het kijken. Doe zeker weten een duimpje, maar wacht. Eerst even... Ga ik hier ook. Hoppa. Ja, dit heb ik dan nu en dan... Nee, kan ik niks. Nou, doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. Abonneer zeker weten op mijn kanaal en tot morgen. La.